Dames en heren, hartelijk welkom. Het duurt even, maar we zien het licht. Het wordt nog sterker, daar zelfs. Dus het komt allemaal prima voor elkaar. Ik meld u dat met kennisgeving aanwezig is de heer Schulte. Voor de rest zijn we compleet. En ik wil met u graag even kijken naar de vaststelling van de agenda. Er is een verzoek gekomen, u hebt daar per mail bericht van gekregen van de ChristenUnie om punt 13, de wijziging van afvalstoffenverordening 2005, om dat met debat te doen. Nu wordt het wel heel licht allemaal. Te licht? Ja, te licht. Ja. Nou zien we al die plooien en de camera's ook maar uit. Ja, doe maar uit. Maar ik stel u voor, dames en heren. Ik stel u voor om dat voorstel te volgen. Ja, prima. Zomaar, dan gaan we dat punt 13 met het debat doen. En dan zullen wij naar punt 12 gaan. Nog andere opmerkingen over de agenda? De Wups. Ja, voorzitter. We hadden in de fractie even over punt 11. Opinierend. Maar als we ook lezen kennis nemen van het collegebesluit, is het de bedoeling dan dat de inbreng van de raad weer meegenomen wordt en daar alsnog een nieuw besluit weer op volgt? Dat nieuw besluit hoeft niet, maar nog wel dat het college dus verantwoording aflegt over datgene wat er aan groenonderhoud in de pijplijn, hoe het beleid in elkaar zit, en daar de reactie van uw kant graag op wil horen. En daar eventueel zijn voor- of nadeel mee wil doen. Nog andere punten? Ik kijk even naar de heer. Geen punt vreemd aan de orde van de dag? Als u de motie bedoelt, voorzitter. Ja, want u stelt nu de agenda vast. Maar Lieling Vervoer staat gewoon op de agenda. Welke? Oh ja, staat op de. Sorry. Ja, sorry. Ik ben een maand in de war. De griffier zegt terecht, ik ben een maand of een 14 jaar in de war. De volgende vergadering komt dat. Is ook zo. Dan gaan wij naar punt 3. Insprekers, die hebben zich niet gemeld. De besluitlijst van 18 februari. Iemand daar van u een opmerking over? Heer Kanten. Ja, dank u wel, voorzitter. Niet zozeer over de besluitenlijst zoals die hier voor ligt, maar wel eigenlijk wat zet je op een besluitenlijst. In de vorige raadsvergadering is wel het een en ander toegezegd in het kader van de VVV, maar ook in het kader van de discussie over de bruggen. Op basis daarvan worden wel besluiten genomen. Onze fractie zou het wel prettig vinden dat ook de toezeggingen van het college gewoon op de besluitenlijst staat. En dan vervolgens op de toezeggingenlijst zichtbaar worden. Maar volgens ons zou het ook wel prettig zijn dat die op de besluitenlijst staat. En dat is ook eigenlijk het verzoek wat ik hierbij wil indienen om dat in de toekomst te doen. Lijkt mij dat dat moet kunnen. Maar we zullen daar geen presidium mee over hebben, maar dat we dat natuurlijk niet hebben. Ja, voorzitter, ook onze fractie had dat op de vastverhouding hetzelfde idee. Maar wij dachten zo, misschien kan er ook bij het bijzondere bijeenkomst als we het over de raadsperikelen hebben. Dat staat nog op de agenda. En wij zouden dat daar graag ook wat breder naar meegenomen hebben wat wij in de besluitenlijsten vermelden. Ik bedoel een soort evaluatie van de werkwijze tot nu toe. Oké. Nemen we ook mee, zullen we in het presidium over hebben wanneer we dat op de lijst van bijzondere bijeenkomsten zullen plaatsen. Nog meer hier over deze besluitenlijst. Dan de lijst van ingekomen stukken. Wie van u, of welk nummer? De Deuring, zie ik. De Wups, 5 en de Wups? 4 en 5. Dan beginnen we met 4. De Wups, ga je gang. Niet zozeer inhoudelijk als wel, voorzitter. Maar dat hoeft vanavond niet op zich niet beantwoord te worden. Maar wij denken dat er misschien wel wat storing, vertraging komt doordat het hele bestemmingsplan buitengebied lijkt ons wat vertraging op te lopen. Misschien kan daar op kortere termijn wat uitleg over komen. Goed, we gaan eerst even inventariseren. Heer Deuring, en dan ook de Wups over 5.
Nou, in ieder geval ook even een opmerking over de brief van Ocrea. We vinden dat als CDA-fractie een uitstekend initiatief, wat ik denk ik past in de hele wijkaanpak. En we willen dan ook graag het college oproepen om maximaal inspanning te leveren om in ieder geval subsidiegelden daarvoor te krijgen en om het eventueel gerealiseerd te krijgen. De Wubs? Nou, feitelijk dezelfde trekken. Wij staan er ook, onze fractie staat er heel positief tegenover. Ik wil hem u meegeven. Ik kijk even naar de leden van het college. Het behoeft aan een reactie. De Bussenbinders. Ja, voorzitter. Wat betreft dat punt 4 van die brief van mevrouw Mansveld over de bestemmingsplan landelijk gebied. Daar komt informatie naar u toe over het traject voor het bestemmingsplan landelijk gebied. Maar dat staat in die zin wel los van deze aanvraag. Ja, misschien hebben we de fout op, maar wij hebben een beetje het idee dat de vragen die daarover komen, over deze en ook over buitengebieden, dat er wat ambtelijk al wat vertraging lijkt te hebben, door er gewezen wordt op, ja, er komt straks een nieuwe bestemmingsplan. Of heeft het hier geen betrekking op? Daar heeft hier geen betrekking op. En het tweede, voorzitter, agenda punt 5. Nou, wij nemen kennis van de positieve reacties en wij zoals college ons best doen om hier subsidies voor te verwerven. Dank u wel. Dank u zeer, lijkt me dat we dit voldoende besproken hebben. Inlichting van de kant van het college, wethouder Van der Kolk. Ja, één punt, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat de Raad kennis neemt van het feit dat het rapport voor ICS rond het multifunctioneel centrum Maastema-Zwolt klaar is. Wij hebben als stuurgroep wijkaanpak, waar onder andere wethouder Bissenbinders en ik in participeren, aan de bewonersgroep en aan de schoolbesturen gevraagd om inhoudelijk hierop te reageren. En ze krijgen daar ook afdoende tijd voor. Dat is de stand van zaken rond het multifunctioneel centrum Maastema-Zwolt. Dank u wel, wethouder Bissenbinders. Ja, voorzitter. Op 28 januari is er hier een motie aan de orde geweest in de raad van de gemeente Pekela over het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren zonder OV-jaarkaart. En de strekking van die motie was van dat de gemeente Pekela zegt van wij verzoeken provinciale staten en gedeputeerde staten te kijken naar problemen en passende maatregelen te nemen. Op voorstel van de VVD is gezegd van wij willen dat graag uitstellen en dat agendapunt in een volgende vergadering behandelen en dan gelijktijdig met het voorstel van de provincie, omdat toen duidelijk was dat de provincie ook met een en ander bezig was. Dat een volgende vergadering, ik wou daar dit over zeggen, voorzitter, dat kan nog wel even duren, omdat inmiddels uit informatie van de provincie is gebleken dat men er daar wel mee bezig is, maar dat men op dit moment ook de landelijke ontwikkelingen afwacht. Want Tweede Kamerlid De Pla die heeft dat landelijk aangekaart, of is dat van plan landelijk aan te kaarten. En blijkbaar is er ook steun van de andere regeringspartijen. En het is niet ondenkbaar dat dat landelijk geagendeerd gaat worden. En de hoop is uiteraard ook dat er dan landelijk wat aan gedaan kan worden. En dat zou met name de provincie, denk ik, ook helpen en daarmee ons ook. Dus de provincie is er druk mee in de weer, maar die kijkt heel nadrukkelijk naar het Rijk. En wij zullen in die zin ook afwachten wat de provincie doet. En pas daarna zou dit aan de orde kunnen komen. En ik denk dat dat misschien nog wel leidt tot een voorstel die nu door de voorzitter zal worden gedaan. Dank u wel. Ik stel u voor om daar de volgende vergadering met elkaar nog eens even over te spreken. En als wij dus wat meer informatie kunnen krijgen, dan zullen we dat u doen toekomen. Maar dat we de volgende vergadering dat even ook openeren in de agenda zetten. Ja? Dan van mijn kant één mededeling. U weet dat wij wat correspondentie hebben gedaan en wat inzet hebben gedaan met betrekking tot de kleine ziekenhuizen. Minister Klink van Volksgezondheid heeft ons nu een brief gestuurd en ik citeer er twee zinnen uit.
In de aanwijzing in zaken de voorbereiding ziekenhuiszorg 2009 aan de Nederlandse Zorgautoriteit heb ik gevraagd de hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding te berekenen. En daar ging het om, hè? Beschikbaarheidsvergoeding. Daarbij heb ik ook gevraagd om in de consultatieronde en bij de invoering van de nieuwe beschikbaarheidsvergoeding aandacht te besteden aan de hier genoemde verandering voor kleine ziekenhuizen. En ik wacht het antwoord af en zal in het voorjaar met een reactie komen. Maar het is dus ook een nadrukkelijke vraag naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Kijk eens naar de gevolgen van eventuele verandering van die vergoedingen. Dat was van de kant van het college. Vragenuur. Heeft niemand zich voor gemeld? Interpellaties ook niet. De rondvraag. Eugesius, Ibize. Eugesius, ga gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Een poosje terug, voorzitter, hebben wij allen, denk ik, een briefje in onze postbakje gevonden. Waarin de problematiek rond de kolencentrales wordt aangesneden. Voor wat betreft de ontwikkelingen die eventueel Nuon en RWW hebben. En met name in Delfzijl. En wordt dan gewezen op die CO2-uitstoot. Het lijkt ons als VVD-fractie niet verkeerd dat wij dat punt hier eens een keer op de agenda te zetten. Omdat in gezamenlijkheid ook met andere fracties hoe we daarin steken. Om daarover eens van gedachten te wisselen. En ons voorstel is dan ook om dit eventueel te agenderen voor de vergadering van 21 april. Dan moeten we wel even met elkaar hebben hoe we dat moeten gaan voorbereiden. Heer Deuring, over dit punt. Ja, gewoon even, dat is mijn vraag in feite ook van, krijgen we dan ook wat ter voorbereiding, ligt er dan een stuk of gaan we zomaar, of naar aanleiding van die brief, hoe gaan we dat doen? Nou, hoe gaan we dat doen? Kijk, die brief, die spreekt natuurlijk over verschillende mogelijkheden om eventueel stroom op te wekken. In dit geval gaat het dan om die kolenvergassing. Er zijn natuurlijk ook andere methoden om stroom op te wekken. En het is denk ik ook allemaal bekend dat er een behoorlijke hoeveelheid stroom al met name vanuit Frankrijk wordt geïmporteerd in Nederland. En die met behulp van kernenergie wordt opgewekt. En het lijkt me dus wel eens zinvol om dat hier in het midden neer te leggen hoe we daarin staan. Meneer Bouwgeestjes, er zijn nog veel meer alternatieven dan alleen kernenergie. We gaan niet inhouden in de discussie. Nee. De enige vraag is, want we moeten twee vragen beantwoorden. A, is de raad bereid om aan het verzoek van de heer Bouwgeestjes tegemoet te komen? En B, als het zo is, hoe gaan we dat dan met elkaar voorbereiden? Heer Wups? Ja, voorzitter. We kunnen heel veel zaken bespreken natuurlijk. Maar als het er feitelijk niet toe doet, ik denk dat we daar ook eerst helder moeten hebben. Wat kan onze bijdrage daartoe, of wat kan de uitspraak of de mening van ons als raad daar positief dan wel negatief op invloed hebben? Volgens mij is die invloed zeer weinig, maar misschien ook niets. Dat moeten we ook heel goed beseffen, anders kunnen we over allerlei zaken spreken. En ik vind het ook heel mooi, maar of dat nuttig is, dan moeten we dat niet op een. Wat concludeert u dan daaruit? Dat is dat vooraf duidelijk moet zijn als wij zo'n debat voeren. Okay. Andere leden? Ik wil in feite wel bij aansluiten. Van, het moet natuurlijk wel zinvol zijn. Je moet wel ergens invloed kunnen uitoefenen. Van, je kunt een heel leuk debat voeren over energie. Dat ben ik ook, vind ik ook best wel leuk. Alleen, ja, je moet wel zinvol zijn. Je moet wel een bijdrage leveren aan. Kanten? Ja, ik kan mij aansluiten bij de heer Wups. Ik heb ook echt het gevoel van, wat kunnen wij als gemeente daarin in betekenen? Dus de vragen van de heer Wupsen staan voor mij ook voorop, voordat we erover gaan praten. Kan u daar nu even aan het previste twee antwoorden op geven? Eén, u kunt natuurlijk als raad altijd een politiek signaal afgeven. Dat kan over alle onderwerpen. Twee, we zijn als gemeente aandeelhouder bij Essent. En Essent is ook een van de onderdelen met betrekking tot de hele energieopwekking. En er loopt een voorbereiding van de discussie over kernenergie bij Essent, wat in de komende tijd nog wel een keer in de aandeelhoudersvergadering aan de orde zal komen, is het toezeggen in elk geval van de Raad van Bestuur geweest. Dat zouden we kunnen afwachten als die notitie er ligt van de Raad van Bestuur in de richting van de aandeelhouders, dat we daar dan met elkaar over gaan discussiëren. Dan hebben we iets. En dan wordt er namelijk van de aandeelhouder ook een standpunt gevraagd. Zullen we dat doen? Eugesius, als ik zo de meerderheid voelt er niet voor om dat nu op korte termijn te doen, concludeer ik even.
Dat stellen wij zeer op prijs, heer Borgesius. Voorzitter, en nou wil ik de heer Borgesius wel even te hulp komen, hoor. Want vorig jaar februari hebben wij hier gesproken over de motie Zuidhorn, over de bouw van de tweede kerncentrale van Ascent. En het verzoek was toen de motie te ondersteunen om dat af te wijzen. En toen heeft u ook gezegd van er komt binnenkort een notitie aan van Ascent waarin ze hun standpunt geven over kernenergie. Laten we dat afwachten. En dat is dus nu al 13 maanden geleden. Misschien duurt het nog eens 13 maanden. Ik weet niet hoe ver de raad van bestuur van Ascent is met de ontwikkeling van zijn standpunt. Dat weet ik niet. Ibiza. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag even een punt inbrengen wat met de actualiteit te maken heeft. En met name met datgene wat er in Stadskanaal Noord aan de hand is. We hebben hier binnen deze raad en ook binnen het college besloten om wijkaanpakken toe te passen. En Stadskanaal Noord ook als pilotproject te gaan uitvoeren. En het gaat mij met name even om datgene wat er rond DGO is gebeurd en eventueel nog staat te gebeuren. Maar ik wil daar ook wel aan vastkoppelen en daar wil ik geen discussie eigenlijk over voeren, maar ook datgene wat er bij SPW aan de hand is. Waarin de wethouder toezeggingen heeft gedaan richting het bestuur om voor een bepaalde datum te antwoorden. En dat is tot op dit moment niet gebeurd. Misschien dat de wethouder daar enige duidelijkheid over kan geven. Nee, want wij hebben met de randvraag gepraat over het punt of u een onderwerp hebt wat u in de volgende vergadering in orde zou willen stellen. Oh, maar ik meende dat we ook over actuele zaken konden spreken. Zo hebben we dat met elkaar niet afgesproken. Nee, ik denk even dat stuk van energie nu afgerond dan. Want ik ben een spoor nu even bijster van. Ik dacht dat we het daar nou over hadden. Maar, Van energie hebben we het afgerond in die zin dat we dus afwachten de notitie van de Raad van Bestuur van Ascent. Precies. En daar was het iedereen het verder mee eens. En ik hoorde verder geen bijval bij de opmerking van de heer De Boer. Dus ik heb geconcludeerd dat dat de conclusie was. En doe vervolgens naar Ibiza. En wat u nu aan de orde kunt stellen, Ibiza, is... ik wil dat onderwerp op een vergadering van de Raad aan de orde hebben. Openerend of hoe dan ook maar. Ja, en dat ligt er wel even aan, voorzitter, wanneer die volgende vergadering over 14 dagen. Ja, oké. Okay. Is het 31 maart? Nee, maar ik zit even met de deadline van 1 april, voorzitter. Vandaar ook dat ik dit punt hier even inbreng. Nou, dat is voor 1 april. Goed, dan wil ik Stadskanaal Noord aan de orde hebben. Maar ja, ik zie u ook overleggen nu. Dan wil ik Stadskanaal Noord en dan specifiek? En dan specifiek datgene wat er rond DGO aan de hand is en daarvan afgeleid SPW. Goed. U zag dat ik even een vragende blik in mijn werp. Dan concentreren we het nu op DGO. Aan de orde hebben waarin we dus mijn punt is DGO, maar daarvan afgeleid datgene wat we bij SPW gebeurt. Dus DGO hoofdpunt, daarvan afgeleid SPW. Dan kijk even naar de rest van de raad. Wil u wat? Als u dat wilt, dan heb ik geen bezwaar tegen, maar ik wijs er wel op dat wij dus dat we gaan schuiven, hè? Met de afspraak die we het rond dit punt hebben. En wij... Daarom breng ik dat nu ook even in, voorzitter, omdat die deadline 1 april loopt. Dus ik denk, ja, ik moet toch een mogelijkheid hebben om dat even aan de orde te stellen. Dat begrijp ik. Dus de volgende vergadering is ook nog voor 1 april, maar dat is wel heel kort voor 1 april. Dat ben ik met u eens. Goed, mededelingen over DGO. Dat hadden we best wel eens. Ja, voorzitter. Wij hebben... voor 1 juli vorig jaar de huur opgezegd aan de gebruikers van de voormalige burgemeester Liezenschool. Er geldt een opzegtermijn van een half jaar. Dus die hebben wij in die zin in acht genomen. Op 1 januari was nog niet voor alle gebruikers een oplossing voorhanden. Toen hebben wij die termijn opgerekt naar 1 april aanstaande. Wij hebben op 1 na met alle gebruikers... ik dacht 4 van de 5 of 5 van de 6, hebben wij een deal kunnen sluiten en hebben wij voor vervangende huisvesting kunnen zorgen, al of niet met een stukje financiële ondersteuning. Wij waren nog met DGO in onderhandeling als het gaat om vervangende huisvesting. Alleen de DGO heeft via het bureau wijkaanpak gezegd van zoek maar geen nieuw onderkomen voor ons. Er zijn al zoveel leden minder.
Wij zien het niet meer zitten. Wij stoppen en wij zullen voor 1 april de sleutels inleveren. Dat is wat ik daarover kan zeggen. Wethouder Duit. Voorzitter, de brief van SPW, die hebben wij op 10 december vorig jaar ontvangen. Het kan niet zo zijn dat wij op 10 maart, 3 maanden later, die brief nog niet hebben beantwoord. Daar heb ik afgelopen woensdag met een delegatie van het bestuur van SPW over gesproken. Ik heb hun toegezegd dat zij deze week een antwoord krijgen op deze brief. En dat spreek ik nu het openbaar uit. Dat antwoord ligt er eind deze week bij het bestuur van SPW. Ja, voorzitter, mag ik toch nog even reageren? Dank voor het antwoord van de heer Duit, die is duidelijk. Ik heb vandaag nog met de heer Eeling gesproken en die heeft het totaal niet gehad over dat zij zelf de sleutels in zouden gaan leveren. Dat er leden minder zouden zijn en dat men het bijltje erbij neergooide. Sterker zelfs, de heer Eeling wil graag met DGO verder. En ik heb, de heer Eeling heeft ook tegen mij gezegd van, nou, als wij een ruimte zouden kunnen krijgen, dan willen wij doorgaan met onze activiteit. Dus daar zit toch wel een behoorlijk grote contradictie in tussen datgene wat de wethouder stelt en datgene wat ik vandaag gehoord heb. En ik wil dan ook het college oproepen om opnieuw in overleg te gaan met DGO om dit probleem op te lossen. Want het gaat wel om 100 mensen, 80 die de afscheidsavond hebben bijgewoond. Het schijnt een emotionele bijeenkomst te zijn geweest. Het enige wat ik u vraag is om in gesprek te gaan met deze club en om dit probleem op te lossen. Want er ligt gewoon een probleem en dat kan opgelost worden volgens mij door u. En het gaat mij nu te ver om te zeggen van, en dat zegt u ook in de krant, wij hebben ons keurig gehouden aan de regels. Daar komt het in feite op neer en ons valt niets te verwijten. Maar er zit ook een emotionele kant aan de zaak en ik vind dat u... En laat ik er nog even bij zeggen. De heer Eeling zegt van dat hij van een andere wethouder binnen het college de toezegging heeft gekregen dat men niet eerder zou hoeven te vertrekken dan dat er vervangende ruimte zou zijn. Dus mijn oproep, ja, helder. College, helder. In gesprek. Wethouder Bessemiddag. Ja, voorzitter, wat ik net zei, en ik wil het hele verhaal wel voorlezen, maar dat citeer ik uit een mail van de heer Eeling. Voorzitter. Even voor onze verbazing, hoor. Want volgens mij zijn we nu wel met een discussie bezig bij de rondvraag. Ja. Heb ik u voor gewaarschuwd dat dat gebeurt? Maar dat over de volgende keer niet. Dan zijn we de volgende keer misschien al vanaf. Dus, nee. Die opmerking kunt u niet maken, want we hebben met elkaar spelregels afgesproken hoe we met de rondvraag omgaan. En dat glijdt nu weg. Ja, precies. Nou, dan is het ene van beide. Of we handelen het nu af, of we gaan volgende keer. Nee, dan gaat u voorbij aan de spelregels die we met elkaar afgesproken hebben. Maar ik stel voor, gelet op het feit dat we nu al zover zijn, dat we de wethouder nu antwoordt en daarmee dan de zaak af is. Voorzitter, wat ik net zei, dat citeer ik uit een mail van de heer Eeling, gedateerd 27 februari, aan het projectbureau Wijkaanpak. En ik denk dat dat voldoende zegt. Dank u wel. Ten aanzien van de behandeling van het punt rondvraag, kijk ik in elk geval ook even naar de heer Schoenmaker, het lid van het presidium. Ik heb net ook tegen de griffier gezegd. Ik vind dat we daar even over moeten praten, hoe we daarmee het elkaar om moeten gaan. Ja? Voorzitter, mag ik een opmerking plaatsen? Of één vraag richting de heer Biezen. Blijft u dit nu handhaven? Wilt u dit nu op de agenda voor de 31ste of niet? Nu niet zeggen. Kijk, het college zegt nu van er ligt een mail. Ik weet niets van die mail. Dat heeft de heer Eeling niet tegen mij gezegd vandaag. Dus dat moet ik eerst gaan nachecken. Los van inhoud. De vraag van de heer Borgesius is, en dat is terecht, wilt u dit op 24 maart geagendeerd hebben of niet? 31. Oké, heel goed. Nou, dat kan je natuurlijk in een later een stadium ook nog aangeven. Nee, dat kan niet. Want... Het is nu het punt van de rondvraag of dat erop wil. Nou, ik moet eerst checken, voorzitter, dus ik kan dat nu niet op de agenda zetten. Voor 31 maart komen wij niet weer bij elkaar, dus dan kunnen we niet met elkaar afspreken dat het op de agenda komt. Dus, ja, ik, als u dit wilt, heer Biezen, stel ik u voor, suggereer ik u om dat wel op de agenda te zetten. We kunnen het altijd afhalen. Maar u hebt nu de formele mogelijkheid.
dat daar zal de rest van de raad mee eens moeten zijn. Anders kan het niet. Spreken we nu dus af dat het niet op de agenda komt. Het komt niet op de agenda, nee. Oké, dan gaan wij naar openerend leerlingenvervoer. Op verzoek van de Partij van Arbeid. Wie van u wil daarover het woord? Uiteraard de heer De Boer. Hans. Mevrouw Brongers. Meneer Wups. Heer De Boer, ga ervan. Dank u, voorzitter. Ruim een half jaar geleden hebben wij over dit onderwerp leerlingenvervoer gesproken. En de aanleiding was toen een extreme aanvraag, veel kilometers, bijzondere omstandigheden en veel geld. Daar hebben we toen een discussie over gevoerd in deze raad. En we hebben er geen behoefte aan om die discussie weer over te gaan doen. Het is wel zo dat er toen een brief is opgesteld door onderschreven door het voltallige college van BMW. Gericht aan de minister van Onderwijs, de heer Plasterk. Met daarin het verzoek, eigenlijk even heel beknopt gezegd, om eens naar deze zaken of deze zaak specifiek te gaan bekijken en of dit normaal is. Er is een antwoord opgekomen van de staatssecretaris, waarin zij voornamelijk ingegaan is op de pedagogische belangen en de voorzienbaarheid. Vervolgens heeft een aantal fracties in de Tweede Kamer nog wel geprobeerd hier een discussie over te krijgen bij de behandeling van de onderwijsbegroting. Maar dat is eigenlijk een beetje tussen wal en schip geraakt, die discussie. En vanuit de Tweede Kamer hebben wij signalen gekregen dat men graag een kapstok wil hebben, zodat men dit onderwerp opnieuw op de agenda kan plaatsen. En wij zijn de Tweede Kamer graag te willen en willen hen die kapstok dus bieden. Vandaar dat ik een motie wil indienen. Een motie die mede is ondertekend overigens door de VVD en door gemeente Belang en Stadsgraal. De heer De Boer dient de volgende motie uit. De Raad van de Gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 18 maart 2008, constaterende dat de vergoeding voor leerlingenvervoer geen limitering kent per leerling en of gezin, vaststellende op basis van de praktijk dat dit kan leiden tot enorme vergoedingen voor vervoer van slechts één leerling, roept het kabinet en de fracties in de Tweede Kamer op een limiet te stellen aan de jaarlijkse door de gemeente te betalen vergoeding voor leerlingenvervoer per kind en of gezin. Dat gaat over tot de orde van de dag. Ik kan deel uitmaken van de beraadslaging, kan uitgedeeld worden. De heer mevrouw Brongers. Voorzitter, inderdaad, de aanleiding voor dit onderwerp, de correspondentie per brief aan het college en het antwoord van de staatssecretaris. We hebben eerder als CDA-fractie al aangegeven in te kunnen stemmen met de inhoud van de brief die door het college is geschreven. En dat doen wij nog steeds. Bij ons gaat de voorkeur met name uit naar een toetsingskader voor het pedagogisch belang en de voorzienbaarheid, zoals inderdaad in de brief is aangegeven. De huidige wetgeving beoogt een garantiefunctie voor ouders om kinderen noodzakelijk onderwijs te geven. En in die wetgeving zit ook een keuzevrijheid. En die rechtszekerheid zouden wij graag als CDA-fractie behouden willen zien. Samenvattend in het kort, voor handhaving zijn wij als fractie van de rechtszekerheid en graag verduidelijking, zeker toetsingskader voor het pedagogisch belang en de voorzienbaarheid. Dank u. Dank u wel. De heer Wups. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de algemene beschouwing is onze fractie al op sommige aspecten van de brief van college minister Plasterk van OCW ingegaan. Onze fractie was en is nog steeds van mening dat de genoemde brief niet had moeten worden geschreven. Wij als fractie konden het handelen van het college slechts voor kennisgeving aannemen. En nu dan in deze vergadering de bespreking zoals afgesproken. Voorzitter, eerst een algemene opmerking. Er zijn toch veel gemeenten die proberen vanwege de hoge kosten die het leerlingenvervoer met zich meebrengt te bezuinigen door alle mogelijke beperkingen zo ver mogelijk op te rekken. Echter,
voor leerlingen met een lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk handicap, die vanwege die handicap op andere dan openbaar vervoer zijn aangewezen, wordt geen beperking gesteld ten aanzien van de afstand en de financiële draagkracht van ouders. Uit de beantwoording van de staatssecretaris Dijksma blijkt duidelijk dat zij met het aspect pedagogisch belangen en het aspect voorzienbaarheid niets kan. Ten eerste noemt zij het mogelijk aantasten van rechtszekerheid van ouders door het aspect voorzienbaarheid te laten gelden. Wij kiezen er ook voor met de CDA dat die zekerheid, die rechtszekerheid overeind blijft. En ten tweede, met betrekking tot het pedagogisch belang, geeft zij terecht aan dat zij niet in de zaak van ouders wil treden. Wij denken, voorzitter, dat ook het college vooraf die dat moeten bedenken en doordenken voordat zij deze aspecten inbrachten. En terecht wijst mevrouw Dijksma op de kosten. Door de toekenningssystematiek van de gemeentefonds, waarin dergelijke kosten zijn meegenomen, kunnen gemeenten duur uitkomen. Zij voegt eraan toe dat bij andere samenstellingen van leerlingenpopulatie ook juist weer goedkoper kan uitkomen. Dan heb ik toch nog een vraag, voorzitter, ondanks dat het opinierend is. Onze fractie zou duidelijk willen hebben of ook onze gemeente zulke voordelen kent of gekend heeft. Waar de staatssecretaris niet op ingaat, is het aspect, wel genoemd in uw brief, van de geen sociale en economische banden. Het is ook maar goed dat ze hier niet op ingaat, maar hoe zou dit aspect een eventueel negatief pedagogisch resultaat nog kunnen verzachten, dan wel teniet doen? Ten laatste noemt u in uw brief ook nog de hoge kosten. Onze fractie heeft al eerder aangegeven dat dit element voor het college leidend is geweest en dat daar vervolgens argumenten zijn bij gezocht. Al met al, voorzitter, is de ChristenUnie van mening dat deze hele kwestie feitelijk, en dat is niet zo zwaar, maar toch het imago van Staatskanaal geen goed heeft gedaan. En te meer nu geen enkele fractie in de Tweede Kamer ook maar iets hiervan heeft opgepakt. En hopelijk moeten we hier lering uit trekken en zullen we dat ook doen. En dan zal het in deze kwestie zeker niet op herhaling gaan. Ten slotte wil ik afsluiten met de woorden van de heer Tichelaar, gesproken tijdens de Rode Lopencafé met betrekking tot deze aanvraag van deze ouders. Hij zegt, dit gezin valt niets te verwijten. Zal ik ook de motie meenemen, voorzitter, of zal ik dat straks doen? Dan ga ik er straks nog even op inkomen, nog even een keer doorlezen. Dank u wel. Voorzitter, mag ik de heer Wipzij een vraag stellen? Ja, de heer Deuring en dan de heer De Boer. Deuring. Als ik u goed begrijp, meneer Wips, dan wilt u geen enkel kader van een toetsingskader voor het toekennen van deze voorziening. U wilt ook niet waar wij wel voorstander van zijn, dat je dus in ieder geval de voorzienbaarheid en de pedagogische aspect, dat je dat in ieder geval toetst. En even afhankelijk van de kosten, van we willen geen kosten, maar wel die toetsing. We willen graag wel daar een soort van toetsing in hebben. En met name die voorzienbaarheid, zoals ook in de WMO gebruikelijk is, dat je dat soort dingen daar, dat in ieder geval daar wel ingebouwd zit. Maar daar bent u geen voorstander van. U wilt geen enkele toetsingsschade. Wij waren als fractie zeker geen voorstander van het pedagogisch aspect toe te laten. Want wij hebben gezegd ook toen al, als dat wordt toegepast, het zou betekenen dat een kind met deze handicap, ik noem maar een willekeurig voorbeeld, maximaal 50 kilometer mag reizen. Dat zou betekenen dat het zo hard is dat ook zelfs ouders, als zo'n kind dan 60, 70 of 80 kilometer zou moeten, ook de ouders zelf dit kind niet meer mogen vervoeren. En dat zou ons veel te hachelijk zijn. En de staatssecretaris geeft ook heel duidelijk aan dat zij dat aspect juist niet wil meenemen voor die rechtszekerheid. Dus voor ons is dat aspect waar we al niet voor waren, maar door mevrouw Dijksma extra versterkt. Het andere aspect, de voorzienbaarheid. Ook
Op de avond van het Rood Loper Café is heel duidelijk gevraagd nog naar de voorzienbaarheid. Ook de heer Tichelaar toen gezegd dat is totaal niet relevant. De hele voorzienbaarheid met de WMO mag niet losgelaten worden op deze ene groep van leerlingen. Het gaat slechts om de groep waarvan ik het ook genoemd heb, die deze bijzonder kenmerken kent en niet met openbaar vervoer kan reizen. En u dus refereert steeds naar meneer Tichelaar, maar meneer Tichelaar is van een andere partij, dacht ik. Ik wil graag uw mening daarover hebben. Nou, dat geef ik immers aan. Ik zeg, ook mevrouw Dijksma heeft ons daardoor versterkt om geen pedagogische aspecten toe te laten. In de voorzienbaarheid moet je niet willen overhevelen, zo heeft hij, of niet willen overhevelen. Hij zegt ook, dat moet je niet in die zin toelaten op dit aspect van leerlingenvervoer. Maar wij als fractie hebben in de tijd best gezegd, en bij ons is ook bestaanbaar, om mocht er veel meer zulke gevallen zijn en er zou bijvoorbeeld in een VNG-verband daarover gesproken worden, dan kan ik mij best voorstellen dat u überhaupt gewoon een maximum geldelijk limiet stelt aan zulke dingen. Dus helemaal geen inhoudelijke aspecten, maar puur financiële aspecten van het maximaal is deze vergoeding voor leerlingvervoer met deze handicap. Dat zou voor ons kunnen bestaan. Althans, wij hebben gezegd, daar willen wij best in meedenken en discussie daarover hebben. Dus dat betekent dat u toch een geldelijke limiet toch wel... Ja, maar absoluut dus niet aan deze twee aspecten die door dus heel duidelijk zijn aangewezen. Ook door de staatssecretaris, ook door de heer Tichelaar. Dus dat betekent gewoon dat u zegt van, ik wil op basis van, ik ben eigenlijk ook wel voorstander van een limiet, een geldelijke limiet. En even afgezien van de omstandigheden, nou, er kunnen zich bepaalde omstandigheden, ik wil niet zeggen dat veel voorkomt, maar er kan zich een omstandigheid voordoen dat het toch erg veel geld kost. Dat zijn wel uitzonderingen. Maar dan zegt u van, oké, als dat in ieder geval voor alle gevallen boven een bepaald geldbedrag, dan gaat het gewoon niet door. Ja, precies. Nou, dan gaat dat maximale bedrag in. Wij kennen heel veel subsidiëringen en bijdragen en toekenningen die een maximum kennen. Maar daar willen we geen toetsingscriteria op. Alleen het maximale aan te vragen bedrag is voor ons bespreekbaar. Heer de Boer. Ja, voorzitter, ik wou de heer Wubs namelijk ook even, want hij was ook de gast op het politieke café van 10 december. Confronteren met zijn woorden die avond, maar dat heeft hij nu in antwoord op vragen van het CDA al aangegeven. Inderdaad, dat hij die limitering ook wel ziet zitten. En ik ben dus blij dat de ChristenUnie deze motie ook ondersteunt. Heer Wubs? Voorzitter, daar zal ik even aanwachten. Wij hebben gezegd... Maar wie weet, maar ik zou de huid me niet eerder verkopen als de beer geschoten is. Maar goed, voorzitter, wat dat betreft, die limiet hebben we aangegeven als bespreekbaar. Maar dat betekent niet dat de huidige situatie voor ons zoveel bezwaren oplevert dat we daarvan af willen. Dat heb ik ook meerdere malen gezegd. Voorzitter. Heer Mogetius, ja, u was aan de beurt ook. Oh, oké. Wil je het interrumperen, mag ook. Ja, dat was richting de heer Rups. Ja. Hij spreekt nu inderdaad over een bedrag. Alleen, wat voor bedrag zit u dan aan te denken? Ik spreek helemaal niet over een bedrag. Oh, dat dacht ik van wel. Welk bedrag dan? Misschien ben ik heel snel vergeten. Die bedrag vergeten. Welke heb ik genoemd dan? Nee, ik vraag aan u aan welk bedrag u denkt. Ja, precies. Nee, ik heb het niet over bedrag, maar ik heb het over een limiet in een bedrag. En dat is voor ons bespreekbaar. Niet dan? Dat geef ik immers niet aan. Dat zou eventueel in een bespreking naar voren kunnen komen. Maar vooralsnog, en dat heb ik ook zo pas gezegd, is de huidige regeling voor ons best bestaanbaar en houden we daar voorlopig aan vast. Maar dit, zoals u nu redeneert, blijft dit voor u een open einde? Nee, de huidige regeling is zoals die nu is en die kent inderdaad voor deze specifieke groep van kinderen een open einde. Ja, dat klopt. Goed, dat was uw interruptie, heer Bogetius. Ja, gaat u gaan. Ja, ik kan kort zijn, voorzitter. Ik sluit mij volledig aan bij datgene wat uitgesproken is door de heer De Boer. Alleen één dingetje wil ik hier nog wel kwijt, voorzitter. En de heer Wubs, die in zijn eerste betoog, die
sloot af met het citaat van de heer Tichelaar. Die zou dan daar 10 december zijn, zojuist geloof ik niet. Dit gezin valt niets te verwijten. Ik vond het een beetje een tendentieuze opmerking. Van, ik denk dat geen enkele partij hier in deze raad richting dit gezin iets heeft verweten. En ik wou dat toch gezegd hebben. Het geldt hetzelfde voor het college. Het is volstrekt binnen de regels gebeurd. Nou, voorzitter, ik heb ook bij het begin van mijn betoog aangegeven dat ik die zaken niet herhaal die ik bij de algemene beschouwing al heb gezegd. Maar u weet, ook het college weet net zo goed als ik, dat er nou behoorlijk op in gesproken op deze familie, ook om andere mogelijkheden aan te bieden. En dan zeg ik, u bent daar wel in die zin mee omgegaan, alsof ze iets verkeerd zouden doen. Ik vind dat in die zin terecht, meneer Wubs. En nogmaals, ik wil absoluut die discussie niet meer over doen. Daar heb ik ook absoluut geen zin in. Dat zei de heer De Boer ook. Maar dan worstel, of dan blijft mijn fractie met de vraag worstelen. Als je dan zoveel voor je kinderen voelt, laat ik dat voorop stellen. Daar ga ik voor uit. Waarom ga je dan verhuizen van Smilde naar Onstwedde? Terwijl de kind naar Zwolle op school gaat. Nou dreigen wij in de situatie te komen dat we gaan herhalen waar we toen over hebben gehad. En inhoudelijk gaat het nou niet om. Oké. Mevrouw Hernand. Nou, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben het met de heer Borghese zover eens dat je wel iets voor je principes over moet hebben. En de economische toestand speelt wel erg een grote rol, in mijn zinziens. Nu, gelet op de toekomst. Stel dat hier Hindoestanen komen, weet ik veel, Mormonen, islamieten. Ik denk dat de eerstvolgende islamitische school in Amsterdam is. Dan zijn wij verplicht deze kinderen daar naartoe te brengen. Met het oog op de toekomst, denk ik dat je daar toch rekening mee moet houden. Even naar mevrouw Herna. Het gaat wel om deze specifieke groep van kinderen. Hè? Met deze zulke ja, dit is een incident. Maar daar kunnen er meerdere komen. He, je moet toch besturen, rekening houden met de toekomst. Kijk, want dat zou kunnen gebeuren. He, dat is er mythische mensen hier komen, Hindoestanen, weet ik veel. Nederlands is groot in deze dingen. He, en daar zal je toch rekening mee moeten houden. Denk ik. En dan vind ik, het antwoord van de staatssecretaris niet zo getuige van een toekomstvisie. Want in het westen van het land zitten veel van die mensen. Ze zitten ook dichter bij de scholen. Wij hier in het noorden zitten verder af. Dus wij draaien op voor die hoge kosten. En vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, dat is prima. Maar ik denk wel dat je een grens moet stellen en een maximumbedrag moet gaan stellen. En daarom ben ik het ook eens, zijn wij het ook eens met die motie. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Ik kijk even naar de wethouder of hij behoefte heeft om te reageren. Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen? Oh, ja, zeker. Ja. Ik zit precies achter de koffie. Ja. Ga ervan. Wij hebben dit punt behandeld in algemene zin en niet als specifieke doelgroep. Wou ik even laten weten. Wethouder? Dat is een standpunt gelezen. Ja, dat vraagt mij niet. Bedoelt u daarmee algemeen niet specifiek? Dit geval. Dat bedoelt u toch? In de algemene zin van het leerlingenvervoer. Ja, oké. Okay. Ja, ben ik met u eens. Vraagt u een standpunt van reactie van het college? Nou, ik het ga is nog een wel discussie die u onderling voert. Ik heb nog wel een vraag. U hebt een vraag gesteld, dat klopt. Oké, okay, dan schorsen we even de vergadering. Waar gaan ze nou heen dan? Oh, ze gaan in de schorserij? Ze gaan in de schorserij. Ik heropen de vergadering, geef het woord aan wethouder Van der Kolk. Ja, voorzitter, enige maanden geleden hebben we hier een uitgebreide discussie gehad. Vanavond is het de beurt aan u. Tenminste, zo ervaren wij dat als college. Er is nog één vraag gesteld, namelijk is het of het college bekend is met groepen die ook voordelen hebben geboden voor de gemeente. Dat is mij niet bekend. Heb je niet goed verstaan, wethouder? Nou, de heer Wubs vroeg of er ook in het verleden voordelen zijn behaald door middel van bepaalde verschuivingen in de doelgroepen. Dat is mij niet bekend. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen.
Goed, dames en heren, er is een motie ingediend. Dan komen we bij de behandeling van die motie, tenzij u een tweede termijn wilt voor onderling debat. Meneer Deuring? Wij willen graag even een moment van schorsing. Oké. We willen even over deze motie nog even... Prima. Hoeveel tijd hebt u nodig, denkt u? 5 minuten. 5 minuten. De vergadering is voor 5 minuten geschorst.
Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Deuring. Want die had om een verslossing gevraagd. Oh, mevrouw Brongers, oké. Okay. Ja, prima. Het gaat nu eens even over standpuntbepaling, stemverklaring eventueel, met betrekking tot de motie die door de heer De Boer en de zijnde is ingediend. Ja. Mevrouw Brongers, gaat u gaan. Voorzitter, als CDA-fractie zijn we tegen de motie van, van de Partij van de Arbeid, zoals die hier voor ons ligt, met instemming van de VVD en de gemeentebelangen. En dat doen wij met name omdat wij de prioriteit niet bij de financiën willen leggen, maar bij de pedagogische aspecten. Dus onze voorkeur gaat uit naar naar goed onderwijs en goede voorzieningen voor de kinderen. En de financiën staan op de tweede plaats en niet op de eerste plaats. Andere stemverklaringen, heer Wups? Nog even ingaan op de motie. Wij hebben al gezegd, wij zouden in deze, om ook dat de Tweede Kamer dus helemaal niet op de zaak is ingegaan, niet met nieuwe exercitie moeten beginnen. Wij zien het, of althans ik zie dat ook veel meer nu een steen door de ruit van de Tweede Kamer met een briefje eraan. En dat zouden we niet moeten willen. Absoluut. Voorzitter, dit vind ik een rare opmerking. Dit is geen steen door de ruit. Nee. Over stemverklaringen kan niet gediscussieerd worden. Het gaat maar nu even om de stemverklaring. Een andere nog een stemverklaring wil afgeven. Niet, wenst iemand van u hoofdelijke stemming? Of kan ik de hand opsteken? Hand opsteken willen degenen die voor de motie zijn dat laten blijken door hun hand op te steken. Ik constateer dat de fractie van de Partij van de Arbeid, van de VVD en gemeentebelangen zijn. En waarmee deze motie is aanvaard. En ik stel u voor dat het presidium, omdat het echt ook een raadsmotie is, dat het presidium zich buigt over de afhandeling van deze motie. Want die zal moeten worden toegezonden naar kabinet en de fracties in de Tweede Kamer. Akkoord. Dan gaan wij over naar punt 11, verbetering onderhoud groen. Dat is met name naar aanleiding van een motie die in het stuk staat op 12 november 2007 bij de Algemene Beschouwingen is ingediend. Waar het gaat over het woonbeleven enzovoort. En toen heeft het college gezegd, wij willen daar een reactie op geven. Die hebt u bij de stukken aangetroffen. Dus het is een antwoord op de vragen die er toen waren. Wie van u wenst hierover het woord? Heer Kanter, heer Bogesius, heer Deuring, mevrouw Sterenborg en heer Biesem. Oké, heer Kanter, gaat u aan. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doet de Partij van de Arbeid fractie deugd dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie die wij bij de Algemene Beschouwing hebben ingediend. Het stuk voor ons spreekt ook eigenlijk al uit dat het college het serieus gaat oppakken. En dat is eigenlijk ook alweer een hele belangrijke stap. Wat ons wel opviel, is dat het college er zelf een speerpunt aan toe heeft gevoegd. En dat is de inzet van bijstandsgerechtigden in het groen onderhoud. Op zich hebben wij als Partij van de Arbeidsfractie daar niks op tegen. Wij zijn daarvoor. Wat ons eigenlijk in het stuk wel een beetje bevreemdt, dat wordt aangegeven dat het een proefperiode van 2 jaar kent. En dat op het moment daarna niet geconstateerd kan worden dat er een verbetering is, dat dan over moet worden gegaan tot uitbesteding. Nu was de strekking van onze motie dat wij binnen 2 jaar het onderhoudsniveau op het afgesproken niveau willen hebben. En dat wij dus eigenlijk helemaal niet zoveel voelen voor een proef waarna we kunnen zeggen over 2 jaar van goh, het is niet gelukt, dus we moeten het nu anders doen. Wij willen gewoon deze periode dat onderhoudsniveau op orde hebben. Dat je daar de bijstandsgerechtigden bij schakelt om zo door te kunnen stromen naar een reguliere baan. Alle ondersteuning van onze kant, alleen wij willen wel dat u tussentijds monitort, gaat het nu vooruit en gaat het niet vooruit, dat dan vroegtijdig uitbesteding overgegaan. Zodat wij wel volgend jaar bij de algemene beschouwing kunnen zeggen van, nou, we kunnen al zien dat er verbetering is. En over 2 jaar dat we kunnen zeggen van, nou, nu is het op niveau wat we met elkaar afgesproken hebben. En niet dat we dan gaan constateren van, nou, de proef is mislukt. Dat eigenlijk de reactie van onze kant. Wij zijn blij dat het opgepakt is. Alleen, het moet wel lukken. Wij willen het college in deze periode nog op mee kunnen feliciteren dat het er mooi uitziet. Heer Borgesius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u dat hier heeft beschreven, daar kunnen wij ons als fractie zonder meer in vinden. Dat u dan ook probeert mensen die nu hier nog helaas geen werk hebben, daarvoor probeert in te zetten, dat verdient ook onze ondersteuning. Een klein beetje als kapstok misschien, voorzitter. Namens mijn fractie heb ik denk ik, drie kwart jaar terug, hier in het midden een vraag gedeponeerd en ik realiseer me dat het in een informele bijeenkomst was om te onderzoeken wat de meerkosten zouden zijn als wij zwerfvuil door de hele gemeente op niveau 1 zouden willen brengen. De verantwoordelijke wethouder was er toen niet bij. Die was, dacht ik, op vakantie. Dus ik herhaal die nou nog maar eens een keer, dat het niet weer tussen... Wat zegt... Ja. Misschien gaat hij zo wel weer, dat weet ik niet. Maar ik herhaal die vraag nog maar eens een keer om toch eens te onderzoeken, als we dat zouden wensen, wat ons dat eventueel gaat kosten. Ik dacht even dat u een oproep zou doen om op 15 maart allemaal een blikje te prikken. Maar, zou ik kunnen doen. Heer Deuring. Ja, als CDA-fractie vinden wij dit ook een goede zaak. Twee vliegen in één klap, zeg ik dan, van verbetering en groenvoorziening in de wijken en doorstroming van uitkeersgerechtigden. Wat er zo'n beetje opvalt is dat er in dit stuk worden drie scenario's worden aangegeven waar u kiest voor scenario 2. De andere scenario's, dat is vanwege kostenoverwegingen zouden dat slechtere scenario's zijn. Als je de onderliggende stukken bekijkt, dan worden er wat andere argumenten aangevoerd. Met name ook van het Europees aanbesteden, dat een aantal aannemers eigenlijk dat gewoon niet zien zitten. Terwijl je misschien toch wel van, als je dus uitkeringsgerichten naar regulier werk wil hebben, dat dan misschien toch het beste via de markt dan kan. Dan hebben ze misschien wat meer kansen om op die arbeidsmarkt te komen, structureel, dan je dat via de gemeente laat lopen. Maar oké, we kunnen ook wel achter scenario 2 staan. Dus op zich een goede zaak. En we hopen dan ook dat we dus op deze manier uitkeringsgerechten naar het reguliere werk krijgen. Een heleboel zelfs. En dat we dus ook heel duidelijk kunnen zien van die groenvoorziening, dat er gewoon verbeterd in de wijken. En wij sluiten aan van bij de Partij van de Arbeid aan, van we willen regelmatig gewoon een stukje evaluatie van dit. En na 2 jaar is het toch wel rijk laat en we zouden dat liever wat eerder zien dan. Tot zover. Mevrouw Zeerborg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met het collegebesluit en het beoogde effect hebben wij ook voor ogen. We kunnen ons vinden in optie 2. En voor ons is de evaluatie ook van groot belang en die willen we dan ook graag terugzien en bespreken in de raad. We vroegen ons af of u ervaring vanuit andere gemeenten met het inzetten van uitkeringsgerechtigden heeft opgevraagd, met name onder supervisie van de eigen buitendienst. Hoe heeft onze buitendienst gereageerd op het begeleiden van de uitkeringsgerechtigden? De buitendienst onderhoudt, zover onze informatie strekt, enkel Stadskanaal Centrum. Gaat het mobiele team ook ingezet worden buiten Stadskanaalcentrum op het werkgebied van WDK of enkel in het gebied dat nu onderhouden wordt door de buitendienst? Worden deze maatregelen het groenniveau buiten Stadskanaalcentrum ook op het gewenste pijl gebracht? De in- en doorstroom van uitkeringsgerechtigden is ook voor ons van groot belang. Wij hebben nu er eerder op gewezen op de mogelijkheid van adoptie van rotondes door bijvoorbeeld hoveniersbedrijven. Bent u het met ons eens dat dat een extra mogelijkheid is om het groenniveau op peil te houden? Graag zien we deze optie uitgewerkt, zodat duidelijk is welk voordeel dit eventueel zou op kunnen leveren. Dank u wel. Dank u wel. Biese. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij ondersteunen scenario 2. U geeft zelf al aan dat er een behoorlijke onzekerheid in zit. En dat heeft te maken met de in- en doorstroom van uitkeringsgerechtigden. U geeft ook aan dat daardoor wel fluctuatie in onderhoudsniveau zou kunnen ontstaan. Ook wij willen dat er binnen 2 jaar gewoon op niveau wordt onderhouden en ondersteunen. Dus ook de rest van de betogen binnen deze raad. Dank u. Wethouder,
van de voorzitter, voorzitter, ik heb nog een kleine nabrander, als dat nog mag. Ik ben in mijn eerste termijn vergeten nog een oproep te doen tot het verdere verkoop van groenstroken. We zijn daar al heel druk mee bezig. En we hebben bij de algemene beschouwing het zelf ook nogmaals weer aangegeven, ga daar nog verder mee. En die oproep willen we hier nog weer bijleggen om dat ook in dit kader weer mee te gaan nemen. De wethouder. Ja, voorzitter. Met dit besluit zoals die voor ligt, geven wij vorm en uitvoering aan de motie, zoals die een aantal maanden geleden hier besproken is. En ik ben ook blij om de ondersteuning ook breed te mogen beluisteren. De bedoeling is dat we voor het goede seizoen een en ander op orde hebben en ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. De bedoeling en de inzet is heel duidelijk om met de uitkeringsgerechtigden aan de slag te gaan. Dus binnen de organisatie uitgebreid over gesproken. Er zijn drie scenario's tegen elkaar afgewogen. Het scenario waarvoor gekozen wordt, geeft ook duidelijk aan dat aangesloten wordt bij de eigen gemeentelijke dienst. Dat is een bewuste keuze die je op draagvlak kan rekenen binnen de organisatie en ook bij de uitvoerende medewerkers. Daar is lang en breed over gesproken. En er is ook heel duidelijk een bepaling bij opgenomen. We gaan het 2 jaar aanzien en mocht die 2 jaar niet tot goede resultaten leiden, dan komen ook andere scenario's weer in beeld op grond van de positieve ervaringen die we bijvoorbeeld bij partijen met partijen hebben waarin we taken hebben uitbesteed. Dus we gaan het aan voor twee jaar binnen dit scenario. Dat wil niet zeggen dat we 2 jaar gewoon ook maar laten betijen. We gaan het ook monitoren en in het voorstel staat ook dat wij ook als het nodig is in de najaarsnota erop terugkomen. Wij willen het ook naar het niveau brengen zoals ook afgesproken is. Dat geldt voor de hele gemeente Stadskanaal. Dus niet alleen voor de centra, maar ook voor het buitengebied. Er worden wel verschillende onderhoudsniveaus gehanteerd natuurlijk, maar die onderhoudsniveaus die eenmaal in het verleden afgesproken zijn, daar gaan we voor. Dus ja, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om dat te realiseren. Het mobiele team, om dat nog even te benadrukken. Er komen 2 mobiele teams, 1 in Stadskanaal en 1 in Muskanaal, die desnoods als het nodig is ook in het buitengebied aan de gang gaan. Maar wij verwachten dat het met name ook binnen de kernen het geval zal zijn. En die mobiele teams die gaan ook met name in op de klachten en meldingen. En dat betekent dus dat daarmee, zoals in het verleden wel het geval was, het reguliere onderhoud niet verstoord wordt. De mobiele teams krijgen echt die taak. En het reguliere onderhoud wordt gedaan door de bestaande onderhoudsteams die versterkt worden met een aantal uitkeringsgerechtigden. Dat is het verhaal. En ik denk dat het een duidelijk verhaal is waarmee we aan de slag gaan. En waarbij we bijvoorbeeld in de najaarsnota mee terugkomen. En over 2 jaar gaan bekijken of dat scenario echt gewerkt heeft. En we eventueel ook andere maatregelen moeten treffen. Dan ten aanzien van voorzitter, de groenstroken. Voorzitter, ik wou dat nog even de woorden van de wethouder afmaken als hij mij ertoe staat. Dat we over 2 jaar constateren dat het groenniveau op niveau is. Op de afgesproken kaders. Maar dat we ook gaan kijken of na 2 jaar dus de proef gelukt is om inzet van bijstandsgerechtigden. Wij zitten op dezelfde lijn. Dus het is dan kijken of de proef gelukt is, maar het onderhoudsniveau is op niveau. Daar gaan we voor, ja. En misschien passen we dan onze werkwijze en onze aanpak aan. Dan over de groenstroken. De Partij van de Arbeid heeft eerder ook die vraag gesteld. Hè? Ik heb toen, meen ik, ook geantwoord dat wij iets van 800 groenstroken hebben aangeboden, maar dat we ook serieus ingaan op de aanvragen van mensen die buiten de inventarisatie vallen. Daar is werk van gemaakt. Ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat we een traject zijn ingegaan waarbij op bestaande criteria wordt gescreend en wordt gehandeld. En die criteria zijn verkeersveiligheid, het aan- of afwezig zijn van ondergrondse leidingen, maar ook de bepalende waarde van groenstroken in de wijk. Op grond van die criteria worden afwegingen gemaakt. En ik denk dat je tijdens het spel, zoals die ontstaan is, niet die spelregels moet veranderen. Want dan kom je in de problemen. Ik denk als u, want dat is mijn vermoeden dan, als u die vraag stelt, van als u bepaalde groenstroken op het oog heeft waarvan u zegt van ja, wij zien dat niet verkocht wordt, nou, dan zijn we ook bereid om dat door de ambtelijke molen te laten gaan en ook daar een beoordeling te laten plaatsvinden. Dus als u bepaalde groenstroken op het oog heeft, dan kunnen we daar nog eens een keer gericht naar kijken, maar wel onder dezelfde condities zoals we ook de andere groenstroken beoordeeld hebben.
Dank. Tweede termijn. Mevrouw Steenborg. Anderen? Niet? Mevrouw Steenborg. Ik heb niet gehoord of u ook informatie ingewonnen heeft bij andere gemeenten over deze problematiek. En ik had graag een antwoord willen hebben op de adoptie van eventueel rondtondes. Adoptie? Ja. Rondtondes door hoveniersbedrijven. Ja. Misschien hebben we al te weinig hoveniersbedrijven voor alle rondtondes. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat nu met het onderhoud in de rotonde zit en wie dat doen. Wat ik u wel heb gezegd is van dat we dat op een goed niveau willen houden, op een afgesproken niveau. En ik denk dat voor de rotonde zo onderhoudsniveau 1 geldt. Dus, en hoe we dat precies gaan aanpakken, dat wil ik nog eens even wel verifiëren. Maar dan komen we heel erg op de uitvoering, denk ik, voorzitter. Dan over ervaringen in andere gemeenten. Nee, ken ik zo niet. Ik keek de wethouder BWB aan, ook niet. Nee. Voldoende besproken. U hoeft geen besluit te nemen. Dan gaan wij naar agenda punt 13, zoals afgesproken. Bezoek van de ChristenUnie met debat. Ik kijk even naar de fractie. Wie van u? Mevrouw Steenborg. Goed. Anderen? Afhankelijk van datgene wat mevrouw Steenborg inmerkt. Oké, dan kom ik dan even bij u terug. Mevrouw Steenborg, ga er gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. We willen toch graag een paar opmerkingen plaatsen bij dit agendapunt. De gemeente heeft de plicht om het afval dat wordt aangeboden te verwerken. Maar is de burger ook verplicht om het aan te bieden aan de gemeente? En wordt er op dit moment huishoudelijk afval ingezameld buiten Diftar om? Waarschijnlijk is het het geval en werkt dit kostenverhogend voor Diftar. Gaat het hierbij om commerciële bedrijven? Wij zien geen problemen als mensen hun huishoudelijk afval zelf naar de stort brengen. Wordt dit in de toekomst misschien een economisch delict? En hoe zit het dan met, met composteervaten? Deze is immers destijds met subsidie verstrekt aan de burgers. En bent u voornemens eventuele schillenboeren te weigeren? Dat waren de opmerkingen. Andere leden van de raad? De heer Biezen zie ik. Anderen nog? Niet? De heer Biezen, ga er aan. Ja, voorzitter, wij willen graag verduidelijking van het college omtrent de vergunningverlening aan andere partijen dan de partij waarmee de gemeente in zee is gegaan. Hoe ruimhartig gaat u om met de vergunningverlening voor externen? Oké. Wethouder Boy. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het probleempje wat er was, dat zal ik even toelichten. We hadden een afvalstoffenverordening met een aantal artikelen 11 en 12. Die artikelen die regelen dat de burger verplicht is zijn huishoudelijk afval te deponeren in de datorvoorzieningen, dus de ondergrondse containers, of in de grijze container of in de groene container. En artikel 12, dat handelt erover dat de gemeente één afvalinzamelaar aanwijst. En dan heb ik het dus over de grijze container en de groene container en de afvalinzamelaar die de ondergrondse containers ledigt. Dat zijn plichten. Alleen, wij zijn erachter gekomen, er zijn toch een aantal ongehoorzame burgers, laat ik het zo zeggen, in een aantal verenigingen van eigenaren verzameld, van een aantal flats. En die houden zich er niet aan dat men de bewoners hun vuil in de ondergrondse container stort. Maar die vereniging van eigenaren, die hebben zelf een afvalinzamelaar genomen waarvan de container buiten het gebouw staat. Nou, dat mag niet, mocht ook niet. Alleen in de nieuwe verordening hebben we opgenomen dat dergelijke zaken strafbaar zijn als economisch delict. Dat wil zeggen, tot nog toe konden we daar niet tegen handhaven. Maar als u deze verordening vaststelt met deze aanvulling, kunnen we daartegen optreden. En dat vind ik hard nodig. Dan heb ik al een paar vragen beantwoord. Zelf huishoudelijk afval brengen naar de stort. Gebeurt zelden, heb ik begrepen, dat men wel eens een aanhangertje heeft en dat een paar buren een paar grijze zakken erop gooien en naar de stort brengt. Mag officieel niet. Je mag wel andere soorten van afval brengen. Grof huishoudelijk afval. Een aantal andere zaken. Maar u mag niet het huishoudelijke afval wat u normaal in de grijze container deponeert,
mag u officieel niet brengen naar de stort. Maar daar hebben we niet op gehandhaafd, want het komt haast niet voor. Vergunningen weigeren, nou, dat komt niet voor. Er is één vergunning, dat is met Europese aanbesteding hebben we dat gedaan in 2004... om het geheel aan te besteden. CITA heeft toen de inschrijving gewonnen en die doet het nog steeds. Dus er is één vergunning uitgegeven. Als het dan gaat bedrijfsafval, dan spreek ik over de blauwe containers die u langs de weg ziet staan. Daar is geen plicht voor, daar is geen aannemer voor aangewezen. Dus elk bedrijf mag wel zelf een afvalinzamelaar bellen om die blauwe container te legen. Dat staat er apart van. Daarmee heb ik denk ook de vraag over de externe van GBS beantwoord. Ik geloof dat ik niets heb laten liggen. Voorzitter. Ja, tweede termijn, heer Wubs. Een verduidelijke vraag. We moeten dus voor huishoudelijk afval lezen grijze containers. Ja, inderdaad. Dat verheldert voor ons tenminste heel veel. Oké. Okay. Nee. Iemand behoeft aan de tweede termijn, heer Biezen? Ja, voorzitter, conclusie is dus, we hebben één partij die afval ophaalt en daar blijft het bij. Daar blijft het bij, ja. De gemeente heeft een zorgplicht. We hebben met z'n allen het systeem van DIFTAR aangewezen als het systeem. Heeft raadsbreed het over besloten, nou, destijds GBS niet achtergestaan, maar goed, de raadsmeerderheid heeft het destijds besloten. En daar blijft het bij, want als je meerdere aannemers op die huisinzameling gaat zetten, dan kan je niet meer houden aan het systeem van wegen, ondergronds container met je kaartje. Dat systeem hebben we eenmaal genomen en dat leent zich uitsluitend om één aannemer dat te laten doen. En dat contract loopt bovendien nog. Dus dat, Mag ik nou even daarop reageren, voorzitter? Dan zult u dus moeten gaan handhaven. Want dat gaan wij doen. We zijn dus nu, wat u zelf zegt. Ja. En ja. Is daar overleg over gevoerd met de bewoners? Met de bewoners is overleg gevoerd, heel veel overleg gevoerd, goede overleggen, goede gesprekken. Alleen, ze houden zich niet aan, ik wil niet zeggen afspraken, want ze zeggen gewoon, dat doen wij niet. Oké, helder. U kunt instemmen met het voorstel. Dan gaan wij zonder debat even terug naar 12. En dat gaat over Milieu-uitvoeringsplan 2008. Heer Bogesius zie ik, mevrouw Sterenborg. Andere nog, heer Bogesius. Ja, dank u wel, voorzitter. Met het plan, het milieu-uitvoeringsplan, van harte akkoord. Eén opmerking zou ik namens mijn fractie toch wel willen maken, voorzitter. Vanzelfsprekend hebben wij in het milieu-uitvoeringsplan niets over mestbassins gevonden. Dan, die vallen, denk ik, niet onder deze regelgeving. Die kun je namelijk vrij vestigen. Toch wil ik hier de opmerking maken dat de VVD-fractie zich zorgen maakt over de talrijke bassins die zich hier in deze gemeente, als ook in onze omliggende of gemeenten om ons heen, als paddenstoelen uit de grond reizen. En wij zijn tegen extra regelgeving, laat ik dat vooropstellen, maar we willen toch aan u verzoeken of we hier niet tegenop moeten treden. Want wij vrezen, als we zo doorgaan als we nu bezig zijn. Het is, dacht ik, binnen de Hunze en A al 5 keer uit de hand gelopen dat die bassins zijn gebroken. En al wat we willen, dat willen we denk ik niet, voorzitter. Prima. Mevrouw Steenborg. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vroegen ons af of het nog steeds nodig is om de streekraad Oost-Groningen hierover te informeren. Ja. Nog een keer? We vroegen ons af of het nog steeds nodig is om de streekraad te informeren over de milieueffectrapportage, of milieu-uitvoeringsplan. Andere leden? Ja, ik wil even reageren op de heer Borgesius. Ik ben het helemaal met de heer Borgesius eens. Die bassins groeien als paddenstoelen uit de grond. Bovendien komt het toch nog wel geregeld voor dat ze lekken. En dat komt allemaal in het grondwater. In de omgeving van Mussel was er ook een lekkage. Nu heb ik daar een vraag over. Ik weet niet of dat nu kan. Daar wordt nu een noodbassin aangelegd. Of een noodvoorziening. Wordt die definitief? Of is dat nood? Of moet ik dat niet vragen nu? Ja, vind ik wel eigenlijk.
Ja, vind ik wel eigenlijk. Voorzitter, wij hadden ons er niet op voorbereid dat dit punt met debat zou worden behandeld. Maar ik... Oké, dan heb ik dat niet helemaal, helemaal scherp gehad. Maar in ieder geval zijn wij het wel met de opmerkingen van de heer Borgesius en de ondersteuning van mevrouw Hernamt eens. En meer woorden hoef ik daar dan ook niet aan te wijden. U is toch vergist, dit zou zonder debat... Nee hoor, u hebt de mail gehad op 3 maart om 9:43. Dat ging over een ander punt, voorzitter. Oh ja, het is over... Ja. Oké, okay, nou goed, dan doen we nou een debat. Oké, okay, ja, dus. Vooruit, ik ben hard, zeer ruimhartig. Meer regio's? De wethouder. Moet u thuis uitleggen waarom u zo vroeg thuis bent, ja. Dank u wel, voorzitter. Om op de vraag van mevrouw Hernamt, de vraag van mevrouw Hernamt, de geschiedenis in Mussel. Daar is inderdaad een ongeluk gebeurd dat er een bassin is gaan lekken. Dat is leeggelopen. Daar is een tijdelijk bassin is daar gemaakt aan de onderste Veenweg. Een hele grote. De restanten van de mest wat nog op te pompen was, dat is daar ingepompt. Dat zit er nog steeds in. Vanaf 1 februari jongsleden heeft de eigenaar van de grond, de landbouwer, die mag het uitrijden. Maar hij is er nog niet mee begonnen. Als dat ding leeggereden is, dan wordt die vlak geschoven en dan heeft hij weer een vlak land. Oh ja, dank u. Ja? Ja. Want er gaat de zorg om de mestbassins in zijn algemeenheid, die zorg die deel ik. Intern wordt er ook geëvalueerd over wat er gebeurd is. En zelf zou ik er voorstander van zijn om te inventariseren hoeveel mestbassins er zijn en in welke toestand ze verkeren. En of hoe het zit met de vergunningverlening. Ik wil met u afspreken dat ik daar op een redelijke termijn op terugkom. En mag ik nog wat vragen, voorzitter? Ja. Meneer Boy, hoe wordt die controle uitgeoefend? Is daar een club voor, een organisatie? Nou, ik wil het nu niet in detail behandelen. Ik neem het mee. Als ik terug, ik heb gezegd, de raad toegezegd, op redelijke termijn kom ik daar terug. Oké. Dan zal ik het er meenemen. Oké. Ja? Als het gaat om de bassin aan de noodvoorziening aan de onderste Veenweg, zijn wij handhavende partijen, daar zijn we mee bezig. Voorzitter, misschien mag ik de wethouder nog even meegeven om ook te kijken naar het type bassins waar met name die problemen zijn geweest. Want ik heb eens gehoord dat het om dezelfde binnenzakken die in die silo's zitten gaat waar die ongelukken zijn gebeurd. Tenminste, die zakken die komen uit dezelfde productiereeks. En misschien is dat de oorzaak ervan. Misschien kan het college daar in ieder geval nog even naar kijken. Dat zijn we van op de hoogte. Daarmee hebben wij de agenda gehad. En ik zal u voorstellen om nu tot de sluiting over te gaan. We hebben geen nazit. Dat doen we altijd de laatste vergadering van de maand, zoals u weet. En we hebben deze maand 2. Dus dat is pas op 31 maart. Daar moeten we nog even op wachten. Ik zou wel graag de fractievoorzitter even voor een kort moment bij de Kamer willen vragen. Vergadering is gesloten.